Van de Kaffeyen. Ja, kan hij dan nu misschien wel gaan? Ja, gaat ze nu, jongens, ze doet dat! Het is een ipon voor Gella van de Kaffeyen. De tweede gouden medaille voor de Belgen in de armen van Eddy Victier. Coach, de man die dag in dag uit met haar werkt, die met haar rondrijdt. Die met haar elke dag traint, die haar begeleidt. Hij is de man die zij in de bloemetjes wil zetten. Die zij wil betrekken in de vreugde. We are the champions met Victor de Zaal. Mooi. Gella van de Kaffeyen, de eerste gouden medaille voor de Belgen vandaag. Want gisteren hadden we er alleen. En misschien komen er nog vier. Ja, kippenvel, hè. Gelle van de Kaffeyen. Doet het jou nog iets, ja, als je absoluut deze beelden ziet? Het was een legendarisch kampioenschap, het EK in 1997 in Oostende. Dus het was een thuismatch. Ik denk dat we daar 6 of 7 gouden medailles wonnen. Met de Belgische judoploeg dan nog een paar zilver en bronzen. Het was een collectieve, ongelooflijke euforie, absoluut. Het jaar na de Olympische Spelen van 1996. Schitterend, hè? Wij zagen toen een sterke sportster. Maar wat we niet wisten, was dat jij te kampen had met de eetziekte bulimie, hè, toen. Ja. Dat is de keerzijde van de medaille. Ik denk dat dat ook een beetje eigen is aan een sport met gewichtsklasses. Nu, heel veel topsporters lijden daaraan. Het is een fel onderschat probleem. Natuurlijk, als je op een gegeven moment in mijn judocarrière, zeker als opgroeiende tiener, als jonge adolescent in volle ontwikkeling, in volle hormonale bloei ook. Ik moest op een gegeven moment, vocht ik bij de jongeren mijn 56 kilogram, bij de senioren mijn 61 kilogram. Ik moest afvallen voor de min 56 en bijkomen voor de min 61 kilogram. Ja, dan vraag je een probleem in natuurlijk. Dat is om problemen vragen. Ja. En dan creëer je een voedingsbodem voor een eetstoornis. Ja, maar hoe uitte zich dat, die eetstoornis, bij jou, heel concreet? Ongecontroleerde eetbuien. Ik denk dat dat ergens wel normaal is als je heel drastisch moet afvallen. De weken voor een kampioenschap leefde ik op een blad sla, een yoghurtje en een boterham misschien. Mm-hmm. Dat is zeer drastisch hoe ik het toen allemaal heb kunnen bolwerken. Ik stel me nog steeds de vraag, maar dat is goed, als je jong bent, ben je sterk. Maar ja, dat moet toch fysieke gevolgen hebben gehad, want je deed aan topsport. Dat moet je toch gevoeld hebben aan je lijf. Elke judoka moest afvallen voor zijn competitiegewicht. Dus trainingsgewicht en competitiegewicht zijn verschillend. Nu, het is ook wel zo, als je naar die wedstrijd toe leeft, voel je alerter, je reacties en reflexen zijn beter en ook mentaal word je scherper. Maar het is zo, als je te drastisch moet afvallen, dan word je ook draaierig, sta je slap op je benen en afhankelijk van de manier waarop je je gewicht maakt. Mm-hmm. Als je een crashdieet volgt, dan voel je je sowieso verzwakken. Maar jouw lichaam went daaraan, aan het afvallen. Het is zo dat als je telkens dwangmatig die dag onder je gewichtsgrens moet zitten en je hebt de statuut van Olympisch of wereldkampioen en je haalt jouw gewicht niet, dat is gezichtsverlies. Dus dat is een ongelooflijke stress en druk en hoge verwachtingen die daarbij komen kijken, dat het ergens normaal is dat dat ontaart. Maar besefte jij toen op dat moment van ik heb een probleem? Wel, in het begin nog niet. En je hebt ook problemen om het te herkennen. Eén, herkennen en ook twee, herkennen. Mm-hmm. Ik heb het dan ook wel opgebiecht aan mijn trainer, dat we professionele hulp gaan zoeken. Nu vertel ik het heel, heel snel. Hè, maar want je hebt het lang voor jezelf gehouden. Je hebt het lang tegen niemand verteld. Dat is een fase van jaren. Ja. En dan hebben we professionele hulp gezocht. Ik heb het inderdaad lang voor mezelf en de buitenwereld verborgen gehouden. Maar weet je nog wanneer de klik kwam? Wanneer het moment dat je zei van dit kan gewoon niet meer verder? Ja, het kantelmoment weet ik nog heel goed. Dat was op de luchthaven in Rijssel. Ik stond op punt om te vertrekken. Ik had een slechte nacht achter de rug. En toen heb ik het opgebiecht aan Eddy. En dat was een eerste stap in het genezingsproces. Toen hebben we professionele hulp gezocht, die mij wel inzichten heeft gebracht. Maar uiteindelijk moet je het zelf overwinnen. En het komt pas het overwinnen door sociale controle, door evenwicht, door regelmaat. En als eenmaal die druk van de topsport en de weegschaal wegvalt, dan pas kan je het effectief weer normaliseren en herstellen. Zolang je in de topsport zit en je zit met dat probleem te kampen, je hebt met dat probleem te kampen, dan raak je daar niet vanaf. Nee, want bij veel mensen waar bulimie het probleem is, heeft het dikwijls een psychische achtergrond. Ja, hè? Ja. Die diëtiste of de psycholoog bij wie dat ik dan ben geweest, die wou dieper graven en de achterliggende reden of oorzaak vinden. Maar die was er niet. Als je in de topsport zit en je moet dwangmatig jouw gewicht maken en je moet drastisch afvallen, dat is de oorzaak. Dat is dan het compensatiegedrag na de wedstrijd. Je komt uit een Bourgondisch nest en dat jojo-gedoe en dat is om problemen vragen. Ja. Veel mensen zeggen bulimie, daar raak je nooit van af. Net zoals anorexia, dat blijft heel je leven je achtervolgen. Hoe zit dat bij jou? Ja, wel, ik ben nu 10 jaar gestopt. Ik heb dat nu onder controle, gelukkig. Maar je bedoelt 10 jaar gestopt met judo? Met judo, ja. En ik ben ook met... Nee, ik ben
in 2004 gestopt met judo, met topsport. In 2009 heb ik mijn biografie geschreven, 5 jaar na mijn afscheid. Het heeft mij 5 jaar gekost om het publiekelijk te bekennen. Het was ook, zogezegd, het genezingsproces was ongeveer rond. Het is wel zo, dat is zoals alcoholisme. Een alcoholieker die droog staat, is nooit vrij van zijn ziekte. Die blijft daar eeuwig vatbaar voor. Dus je moet heel alert zijn en attent zijn voor de signalen. En voor mij is met regelmatige maaltijden zonder één over te slaan wel belangrijk. Maar ik heb het nu wel allemaal onder controle zonder dat het ontaart. Ja, gelukkig. Maar je ziet er goed uit. Met wat ben je nu bezig in je leven, Gelle? Ik amuseer mij met rentenieren. Nee, als ik dat zeg, komt dat niet geloofwaardig over. Ja, als je zou tennis spelen of zou gevoetbald hebben, dan zou ik niet geloven, Gella, maar met ja, judo. Absoluut. Nee. Ik ben met verschillende projecten bezig. Elk jaar komt er een trein voorbij met een uitdaging of een opportuniteit waar ik dan al dan niet op inga. Maar momenteel ben ik ook heel hard bezig met 10 dames op sleeptouw nemen. We gaan de Mont Blanc beklimmen, de hoogste berg in West-Europa. Net geen 5000 meter. En dat zijn allemaal dames met een hoog profiel, CEO's of managers of zelfstandigen. En die hebben een doel. Dus doelen in het leven stellen, dat is zeer belangrijk. En ze worden 8 maanden begeleid, testmoment, fysiek, medisch. En jij gaat mee de berg op met die 10 vrouwen. Ik heb al op de top gestaan in 1993 met de judoploeg. Dat was super. En die euforie op de top. En dat wil je nog eens herbeleven? Ja, naast een van de zoveel dingen natuurlijk. We zijn met al heel gevarieerde dingen bezig. In ieder geval fijn dat je hier was en dat je hierover wilde vertellen. Dankjewel, Gella. Alsjeblieft.